Goedemiddag mevrouw, mag ik u wat vragen? Ja hoor. Heeft u wel eens problemen met de nagels, dat ze breken, scheuren of splijten? Ze breken wel eens. Ja? Vaak is het zo als een nagel dus breekt, scheurt of splijt, dat hij te droog en te hard is. En dat krijg je vaak door handen wassen, water gebruiken. Mag ik bij uw nageltje gaan polijsten en voeden? Ja, ga ik eens even kijken. Nou, wat ik nou zie bij u, heeft droogte zitten. Dat zijn hele dunne ribbeltjes. En die droogte zijn dus ribbeltjes. Eerst wordt de nagel wat dikker, dan krijg je ribbeltjes. Laat u de ribbeltjes zitten, krijg je dikke groefjes. En dat willen we niet hebben. We willen geen oude dameshanden hebben. Dus dan ga ik lekker bij u de nagel schoonmaken. Dat doe ik met remover zonder aceton. Want aceton droogt ook weer uit. Dan ga ik hem lekker schoonmaken. Ik leg het de twee tellen op. Ik ga dus lekker aan de slag. Uw nagel bestaat uit drie laagjes. Tussen die drie laagjes zit natuurlijk nagelvocht en nagelolie. En die ga ik voor u naar boven halen. Dit is eigenlijk hetzelfde als dat je bijvoorbeeld je huid gaat scrubben. Haal je ook de dode cellen weg. Ik maak hem schoon met een watje of doekje wat u thuis bij de hand zou hebben. Dan pak ik de witte kant. Hiermee wordt de nagel wat vetter, zodat makkelijk de olie naar boven kan komen die tussen de nagelplaat zit. Het is nagelvocht. Dan pak ik de lange kant. Dit doen we bijvoorbeeld maar één keer in de maand. Meer is absoluut niet nodig, want in die tijd groeit het niet aan. Kijk u nou eens hoe een mooie nagel. Mooi glans, maar hij is ook heel glad geworden. Oh, wat prachtig. Het is helemaal glad. Ja. Dat is, ja, maar dat komt omdat de eigen ingrediënten komen eigenlijk naar boven doordat je gaat polijsten. Nu ga ik bij u een balsam opbrengen en een balsam waar een biotin in zit. En biotin is gelijk als natuurlijk nagelvocht. Dat smeer je op. Die is olie- en vetvrij, dus ik kan hem er helemaal in masseren. Dan ga ik bij u een balsam gebruiken en een balsam die is ook weer olie- en vetvrij, want wij gebruiken geen producten waar een olie in zit. Deze is dus voor de nagelriempjes om de harde stukjes weg te halen en weer nieuwe celletjes aan te maken. Nu ga ik bij u een hersteller gebruiken. Dat is een hersteller. Uw nagel bestaat uit keratine. Dus keratine is eiwit en kalk en die ga ik bij u aanbrengen. En die zit in een milde blanke lak gegoten. Als u bijvoorbeeld een nagel voor harde zou gebruiken, ben ik weer terug bij u af, want dan wordt hij weer hard en droog. Terwijl deze, die wordt gevoed met dezelfde ingrediënten als waar je nagel uit bestaat. Dit is bijvoorbeeld een kuur en die kuur kunt u bijvoorbeeld 14 dagen doen. De ene keer doet u het erop, dan haal je het eraf. Maar u kunt ook zeggen, nou ik hou niet van kuur, ik doe het 3 of 4 keer in de week, de eerste 2 weken. Daarna doe ik hem altijd wekelijks. Moet u zien hoe mooi mijn nagels zijn en heel natuurlijk.